Goedendag, kijk naar het schaatsjournaal van Weerplaza en van de Zondag. De zondag waarop de Arctische lucht Nederland binnen gaat stromen. En gaan we dat merken? Dat gaan we zeker merken, want de lucht wordt droger en de lucht wordt kouder en dat gebeurt vooral later vandaag. Dus komende nacht verwachten we al lagere temperaturen en de nachten daarna worden alleen maar kouder. Maar we gaan het ook voelen, want de wind gaat in kracht toenemen. Een koude oosten tot noordoosten wind gaat vandaag waaien, en dat zorgt ervoor dat het ook voor het gevoel flink kouder wordt. De windchill of de gevoelstemperatuur die gaat echt een rol spelen. De kleuren hier boven Nederland geven windkracht 4a5 aan, en windkracht 4a5 dat staat dan voor een gevoelstemperatuur van. Nou, laten we eens kijken. Temperatuur vanmiddag zo rond de 2-3 graden naar ongeveer min 5, min 6 graden. En dat is dus vanmiddag, vanavond, als de temperatuur alweer gaat dalen, dan daalt de gevoelstemperatuur al snel naar de min 10 graden. En hoe ziet het er dan de komende week eruit? Nou, het wisselt een beetje met de windkracht, maar de koudste nachten die verwachten we woensdag en donderdag. Het ijs begint nu gestagen aan te groeien. En ik denk dat we vanaf woensdag of donderdag op steeds meer plaatsen veilig op natuurijs kunnen gaan. En wat voor wind hebben we daardoor bij? Naar de weermodellen op dit moment berekenen voor donderdag een stevige wind. De gele kleur boven de Waddeneilanden is windkracht 7. De kleur rondom het IJsselmeer is windkracht 6. En in het heel Nederland zien we een groene kleur, en dat is windkracht 5. En windkracht 5, dat is met fietsen al behoorlijk pittig. Maar als je gaat schaatsen met windkracht 5, ja, dan komen we toch echt op lage temperaturen uit. Want de gevoelstemperatuur is bij windkracht 5, een dikke windkracht 5. En een maximum van iets onder de 0 graden, ongeveer dus min 7. Ik zal er even een cirkeltje omheen zetten. Maar s ochtends, op donderdagochtend, dan staat die wind er ook al. En dan hebben we temperaturen van rond de min 8 graden. En dan komen we dus ergens hier tussenuit. Tussen de min 15 en de min 20 graden. Dus ja, het is duidelijk. De komende tijd hebben we echt warme kleren nodig als je buiten bent. Want uh, het is niet alleen voor het gevoel koud. Het is ook op de thermometer koud. Maar die wind die maakt het extra koud. En wat doet onze schaatsthermometer? Die is vandaag gestegen. Van ijsvorming naar ondergelopen weilanden. Daar begint nu de ijslaag steeds dikker te worden. En kun je nou, heel voorzichtig misschien al een voetje erop zetten. Om te kijken hoe ver je komt. Morgenochtend denk ik dat je op de eerste ondergelopen weilanden en op de eerste sintelbanen kunt schaatsen. En later in de week hopen we nog steeds dat de plassen en de meren, dat die ook voldoende gaan dichtvriezen, maar dan moet het met de wind dus wel mee zitten. Want waar we natuurlijk allemaal zin in hebben, dat is dit: lekker schaatsen op natuurreis. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.